Dit is college 4 van de cursus Fonologie. En in de vorige twee colleges, colleges 2 en 3, hebben we gezien dat de kleinste samenstellende delen van taal dingen zijn die we kenmerken noemen. Of soms elementen, maar vanaf nu zeggen we weer kenmerken. Dat zijn de kleinste samenstellende delen van de taal. Hoe zijn die verder georganiseerd? De manier waarop we dat tot nu toe over hebben gepraat is te zeggen, nog steeds bestaat de stroom van klanken die ik nu uit een aan elkaar gevoegde rij van individuele klanken, individuele segmenten, individuele klinkers en medeklinkers. Maar die klinkers en medeklinkers die hebben een interne structuur van klanken. Zo kun je er tegenaan kijken, maar dat is in veel opzichten, het is niet onjuist, maar het is wel niet altijd even productief. Het is een beetje alsof je naar orkestmuziek luistert en dan zegt, die bestaat uit individuele slagen en op slag 1 is de violen spelen dit, de triangel speelt dat, de klarinet speelt dat. Slag 2 is de violen spelen dit, de triangel speelt dat, de klarinet speelt dat. Dus je beschouwt de individuele slagen en dan voor iedere slag zeg je wat de kenmerken zijn, wat de verschillende partijen doen. Een andere manier van daarnaar te kijken is te zeggen, dit is de vioolpartij. Dit is de triangelpartij. Dit is de klarinetpartij. En dit is de manier waarop die aan elkaar vastzitten, namelijk ze volgen allemaal dezelfde slagen. Je beschouwt dan iedere partij op zichzelf. Het is niet de belangrijkste eenheid is niet de tijdseenheid waarin die dingen bij elkaar komen, maar het zijn de individuele partijen die op een bepaalde manier met elkaar gecombineerd worden. En dat is feitelijk de manier waarop we in de fonologie vaak en profijtelijker kijken naar de klankstructuur van woorden. Het zijn meer verschillende partijen. Die kenmerken zijn partijen in een partituur. We hebben gezien dat die kenmerken geïnterpreteerd vaak kunnen worden als instructies aan verschillende organen, aan de lippen of aan de tong. Dus zo zou je dus de fonologische representatie, dat wil zeggen de manier waarop we een woordvorm in ons hoofd kunnen zien, als een partituur. En die visie, die noemen we autosegmenteel, autosegmentele fonologie. Autosegmenteel in die zin dat we iedere, we hebben niet alleen maar zomaar segmenten, hak, 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 hak. Maar we hebben verschillende partijen boven elkaar. En ieder van die partijen kun je op zichzelf doen. Hak, 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 hak. Zijn op zichzelf een segment. Het is een theorie die stamt uit de jaren 70. Dus die al een rijke traditie heeft. Hij is tegenwoordig niet meer helemaal oncontroversieel. Maar ik denk dat het toch ook wel zo is dat we kunnen zeggen dat dit toch echt wel een standaard model is van kijken naar hoe klankvormen van woorden in elkaar zitten. Hij is heel succesvol. Hij was vanaf het begin heel succesvol in de beschrijving van zogenoemde toonfenomenen. Toontalen. Er zijn talen in de wereld die gebruik maken van toonhoogte op de manier waarop wij gebruik maken van het verschil tussen stemhebbend en stemloos in het Nederlands. Het Chinees is daar een beroemd voorbeeld van. Op welke hoogte je een woord zegt, op welke tonen, of je ma zegt of ma, maakt verschil. Dat zijn verschillende woorden. Waarschijnlijk zijn de meeste talen ter wereld, er wordt gezegd, ja, meer dan 60-70% van de talen ter wereld is zeker een toontaal. In Europa zijn die talen toevallig
minder rijk gezaaid. Maar heel veel talen maken dus gebruik van dit fenomeen. Heel veel Oost-Aziatische talen, heel veel Afrikaanse talen en heel veel Zuid-Amerikaanse Indianentalen, zou ik dan maar moeten zeggen, maken ervan gebruik. En ook in Europa, zelfs in Nederland, dus het Limburgs, maakt weliswaar op een heel beperkte manier, maar toch ook waarschijnlijk gebruik van tonen. Scandinavische talen, Zweeds en Noors in ieder geval, zijn daar ook voorbeelden van, ook op een beperkte manier, maar toch. Wel nu, om die toon te beschrijven, met name om de een of andere reden in Afrikaanse talen, dus we gaan heel veel Afrikaanse talen behandelen in dit college en het volgende. Die Afrikaanse talen, en met name gaan we Bantu-talen, een belangrijke groep van Afrikaanse talen behandelen. In die Afrikaanse talen speelt toon zo'n rol. En de manier waarop valt eigenlijk alleen maar goed te begrijpen als je het autosegmenteel begrijpt. En om dat in te zien gaan we als eerste, de eerste taal die we gaan bekijken is het Kikuyu. Je ziet hier een lijstje met morfemen van het Kikuyu, van werkwoordsvormen in het Kikuyu. Dus we hebben tol en ma, allebei als subject-clitics, dus je geeft het onderwerp van de zin aan. We hebben mol en ma als object-clitics. Staat tussen haakjes, want je kunt het leidend voorwerp ook weglaten. We hebben twee werkwoordswortels in ons voorbeeld, namelijk het werkwoord voor kijken of bekijken en het werkwoord voor sturen. En we hebben een verleden tijds achtervoegsel. Nou, dit is een beetje de speelgoed morfologie van het Kikuyu waar we nu even mee gaan werken. Dit zijn 7 suffixen en daar kunnen, als je goed kijkt, 12 verschillende vormen van maken. Namelijk de 2 verschillende onderwerpen, die zijn allebei verplicht. Dan dus de 2. En dan 3 verschillende leidend voorwerpen, namelijk mo, ma en niets. En dan weer 2 wortels. Dus 2 keer 3 keer 2 is 12 verschillende vormen. Hier zie je die 12 verschillende vormen nu even in beeld. En wat ik daarbij heb, wat ik daar nu aan heb toegevoegd, zijn accenten bovenop de letters. De klinkers moet ik, de klinkerletters. En die accenten die staan voor tonen. En in het Kikuyu zijn er 2 tonen. Talen kunnen op dat gebied van elkaar verschillen, maar Kikuyu heeft een betrekkelijk eenvoudig toonsysteem in dat opzicht. Namelijk een hoge toon en een lage toon. En de lage toon geef ik weer met een accent grave. Dus een accent dat gaat van rechts boven naar van links boven naar rechts onder. En de hoge toon geef ik weer met een accent aigu. Die gaat van links onder naar rechts boven. Oh, links en rechts, daar ben ik verschrikkelijk in. Laat staan dat ik dat nu met mijn hand zou kunnen gaan voordoen, want ik heb eigenlijk geen idee wat nu links en rechts is voor jullie kijkers. Enfin, hoe dat ook allemaal zij, dit zijn die 12 verschillende vormen die je met ons Lego Kikuyu kunt maken. Dus bijvoorbeeld de eerste vorm is tororire. Tororire. Dus torori zijn allemaal lage tonen en dan re is een hoge toon. Of de tweede vorm is tomororire. En de derde vorm is tomarorire. Tomarorire. En de vierde vorm in de linker kolom nog steeds is totomire. En de volgende vorm is tomotomire. Oké, nou, dat zijn de verschillende vormen. Kijk hier nu nog even naar en probeer uit te vinden wanneer heeft welke klinker nu welke toon. Er zit een systeem in, die tonen. Maar wat is nu eigenlijk
dat systeem. Een simpel gedachte zou kunnen zijn, ja, een bepaald affix heeft altijd dezelfde toon. Dus we hebben het voorvoegsel ma. Dus het subjectvoorvoegsel ma, dat lijkt eraan te voldoen. Dat heeft altijd een lage toon. Terwijl het subjectvoorvoegsel to heeft altijd een lage toon. Heel veel talen werken zo. Dus een klinker heeft een bepaalde toon. En dat staat in het lexicon. Dat is gegeven in de taal. En die toon wordt altijd uitgedrukt dan op die klinker. Nou, dat lijkt zo te werken voor de subjectclitics, maar daarna wordt het eigenlijk een zooitje. Neem nu het werkwoord roar. Dus roar heeft soms een lage toon, bijvoorbeeld in tororire, de eerste vorm, maar het heeft soms een hoge toon, zoals in marorire, de eerste vorm in de rechter kolom. En ook een mo, bijvoorbeeld het subjectsclitic, heeft soms een lage toon. To, mo, ro, ri, re. Dat is de tweede vorm in de linkerkolom. En soms een hoge toon. Ma, mo, ro, ri, re. Ma, mo, ro, ri, re. De tweede vorm in de rechterkolom. Hoe zit dat nou? Waar komen die tonen dan vandaan? En wat bepaalt dan eigenlijk wat die tonen hebben? Het lijkt eigenlijk een chaotisch systeem, maar het mooie is dat de autosegmentele fonologie daar orde weet in aan te brengen. Dat het op een heel eenvoudig, er is een heel eenvoudige oplossing voor, die zo eenvoudig is dat die wel moet kloppen. En dat is denk ik nog steeds een belangrijk argument voor die autosegmentele fonologie. Het geeft een heel mooie manier om dit soort, op het eerste gezicht, warrige toonpatronen. Je moet gewoon van iedere vorm, moet je uit je hoofd leren welke toon het heeft. Nee, er zit een heel simpel systeempje achter. We gaan proberen dat systeempje te ontdekken. Dus het eerste wat je ziet is dat het subjectsclitic tol heeft altijd een lage toon. Het subjectsclitic ma heeft altijd een hoge toon. Maar de volgende lettergreep, heeft altijd dezelfde toon. Dus roar heeft een lage toon als het onmiddellijk na tol staat. Mo heeft ook een lage toon na tol. Ma heeft ook een lage toon na tol. Met andere woorden, de eerste twee lettergrepen van ieder woord hebben eigenlijk dezelfde toon. Maror, mamo, mama. Dan krijgen al die vervolgmorfemen opeens dezelfde toon als het subjectsclitic. Het subjectsclitic bepaalt dus wat de toon is op de volgende lettergreep. Als we nog een keer kijken, dan zien we dat ire altijd een hoge, de laatste lettergreep van ire is altijd hoog. Heeft altijd een hoge toon. Dus re heeft altijd een hoge toon in alle 12 vormen. De eerste lettergreep wisselt weer. Is soms laag, bijvoorbeeld in de eerste vorm in de linkerkolom, torire. En soms is die hoog, bijvoorbeeld in de vierde vorm in de linkerkolom, totomire. Wat bepaalt nu welke toon die lettergreep heeft? Wel nu, na roor, na het werkwoord roor, heeft ire altijd een lage toon. Na tom, het werkwoord tom, heeft i altijd een hoge toon. En nu krijgen we een soort sleutel. Dus na het subject, het morfeem onmiddellijk na het subjectsclitic, de lettergreep onmiddellijk na het subjectsclitic, heeft altijd dezelfde toon. Die wordt bepaald door het subjectsclitic. De eerste lettergreep van ire heeft altijd een toon. Die wordt bepaald door het onmiddellijk eraan voorafgaande suffix. Is het misschien zo dat iedere lettergreep een toon heeft die wordt bepaald door de eraan voorafgegane lettergreep? Kijken we even naar deze vormen, dan lijkt dat te gelden. Ja, de eerste lettergreep, daar kan dat dus niet
voor gelden, want er is geen voorafgaande lettergreep. Maar voor de tweede lettergreep geldt dat dus altijd. Dat hebben we dus feitelijk al gezien. Dus afhankelijk van het subjectsclitic heb je een lage of een hoge toon. Na het objectsclitic mol blijkt, als je die vormer bestudeert, altijd een lage toon te komen. Na het objectsclitic ma blijkt altijd een hoge toon te komen. Net zoals trouwens na het subjectsclitic ma. Dus die twee vormen, dat is gewoon dezelfde vorm. Dat betekent ook gewoon derde persoon meervoud. Of dat nu in subjects of in objectspositie staat, het geeft altijd een hoge toon door aan de volgende lettergreep. En dan na de werkwoordstam hebben we al gezien, is die bepaalt de eerste lettergreep van ire. Alleen de laatste lettergreep van het woord is weer, ja, een soort uitzondering zou je kunnen zeggen, in die zin dat die altijd zijn eigen toon heeft. Goed, we beginnen dus te zien dat er een soort, dat het niet helemaal willekeurig is, dat er een soort systeem zit in welke lettergreep welke toon heeft. En nu gaan we dat autosegmenteel doen. Wat we dan zeggen is dit. We hebben onze zeven verschillende morfemen. En die hebben allemaal een toon. Zoals hier getekend op deze manier. Tol heeft een lage toon. Ma heeft een lage toon. Mol, ma heeft een hoge toon. Mol heeft een lage toon. Ma is dus eigenlijk weer hetzelfde. Heeft ook een hoge toon. Ror heeft een lage toon. En Tom heeft een hoge toon. En Ire heeft ook een hoge toon. En alleen die tonen die zitten niet vast aan de klinkers. Die zitten niet in de klinkers. Dat zijn, die tonen zijn kenmerken. Dus laag en hoog zijn kenmerken. Het zijn kenmerken van de klinkers. Alleen ze zitten er niet aan vast. Ze zijn autosegmenteel. Het zijn hun eigen, ze zijn hun eigen segmenten. Als we nu gaan, zo zitten ze, dus zo zitten ze in ons hoofd. Zo zitten ze in ons mentale woordenboek. Maar als we gaan praten, dan heeft iedere lettergreep wel degelijk een eigen toon nodig. En dan moeten we dus een verband leggen tussen die toon en de klinker. Dat heeft een naam. Dus dit principe heeft een naam, dat heet de associatieconventie. Omdat we die verbinding tussen de toon en de klinker, dus tussen dat ene toonkenmerk en de andere kenmerken van de klinker, noemen we autosegmentele associatie, een associatielijn. En de associatieconventie zegt, tonen moeten aan klinkers vastzitten. Je kan niet een toon op zichzelf uitspreken. Een toon kun je alleen maar uitspreken hoog of laag, als je een hoog of laag, dat moet je doen met een klinker of in ieder geval een bepaald soort klank. Want je moet bepalen hoe je je mond precies houdt. Dat zou een beetje de fonetische verklaring daarvoor zijn. Dus we hebben nu allemaal toon. Dus in veel talen zitten tonen gewoon met een associatielijn vast aan de klinker. En dan spreek je dus altijd die klinker op diezelfde manier met diezelfde toon uit. Wat er bijzonder is aan het Kikuyu is dat die klinker en die toon in het lexicon nog niet aan elkaar vastzitten, dat je die voor het uitspreken alsnog moet vastzitten. Dat is een taak van de fonologie. De fonologie heeft dus hier iets te doen. Het krijgt vorm uit het lexicon die niet uitspreekbaar zijn en moet ze uitspreekbaar maken voordat hij ze overgeeft aan de fonetiek. Nou, dus hoe doe je dat? Nou, nu maak je een of andere willekeurige vorm. Dus je maakt de vorm, wat was de eerste vorm ook alweer? Je maakt de vorm tororire. En het eerste wat je doet is, dat doet de morfologie, die zet die morfemen achter elkaar, tororire, met allemaal hun eigen toon. En dan moeten die tonen dus worden vastgemaakt. Dat vastmaken gebeurt als het ware eerst, eigenaardig genoeg, interessant genoeg, eerst aan de rechterkant van het woord, aan het eind van het woord. Je begint natuurlijk, je spreekt het woord uit van links naar rechts bij wijze van spreken, maar de tonen maak je vast, voordat je aan dat uitspreken begint, maak je vast van rechts naar links. Heel veel
toontalen werken zo. Nou, ire heeft daarvan, die heeft een toon. Dat kon je hier zien, dus die heeft een hoge toon. Die hoge toon gaat vastzitten aan de laatste lettergreep. Nu komen we bij i. De eerste lettergreep van het suffix. Die heeft ook een toon nodig. Nou, geldt er ook een conventie, in ieder geval iets wat de meeste talen hebben, is dat één toon vastzit aan één klinker. Nou, dus die hoge toon van i re is al vergeven aan re. En i heeft nog steeds een toon nodig. Het kiest liever niet dezelfde toon als re. Maar het heeft een andere toon nodig. Dus kiest het de dichtstbijzijnde andere toon. En dat is de toon van ror. En ror heeft een lage toon. Oké, nu gaan we naar ror. Ror heeft ook een toon nodig. De eigen toon van ror is al vergeven. Dus kiest het de toon die gegeven wordt door het daarom voorafgaande element, in dit geval de subjectsklitic, to. En dan komen we bij to zelf. En daar gebeurt iets bijzonders. Dus to heeft ook een toon nodig. Alleen, nu zijn alle tonen al vergeven. En kan je dus niet meer voldoen aan die conditie dat iedere lettergreep zijn eigen toon nodig heeft. En dus geef je dat daarop en in plaats daarvan geef je dus dezelfde toon die to al aan ror had gegeven ook nog aan to. Die toon zit dus aan twee verschillende klinkers vast. Dat doe je liever niet, maar het is kennelijk niet absoluut verboden. Als het niet anders kan, dan doe je het alsnog. Nou, dus door op deze manier naar ieder woord te kijken, door ieder woord te gaan, kun je precies die op het eerste gezicht zo warrige toonpatronen begrijpen. Het is niets anders dan aannemen dat ieder morfeem een toon heeft, maar dat die toon niet per se wordt gerealiseerd op dat morfeem zelf, maar dat het wordt ingezet zodra je als je van rechts naar als je van rechts naar links door het woord heen gaat, die toon nodig hebt. En daarmee eindigen de meeste tonen op de lettergreep volgend op het morfeem waarvoor ze eigenlijk gespecificeerd zijn. Formeel gezien, als formeel systeem is het heel simpel eigenlijk, in ieder geval gegeven de onwaarschijnlijke complexiteit van de data. Je kunt je afvragen, hoe is het mogelijk dat talen zo werken? Ja, het antwoord daarop weet ik ook niet precies, maar kennelijk werken talen zo. Het Kikuyu werkt kennelijk zo. Deze beschrijving is zo effectvol dat we moeten aannemen dat dit is hoe talen werken. En dat is wat ik in het eerste college bedoelde toen ik zei. Door de studie van de fonologie kunnen we dus iets leren over wat voor soort berekeningen we eigenlijk moeten kunnen uitvoeren. Sprekers van het Kikuyu zijn niet anders, ze hebben geen andere hersenen dan wij. Ze zijn niet speciaal slimmer dan wij, dus wij zouden dit soort berekeningen waarschijnlijk ook moeten kunnen uitvoeren. Zoals alles wat we in alle talen vinden, kan uiteindelijk iedere mens kennelijk betrekkelijk makkelijk uitvoeren. En dan echt iedere mens natuurlijk, want iedere mens, afgezien van pathologische gevallen, dat wil zeggen gevallen waar echt iets mis is met de hersenen, kan zo'n klanksysteem van zijn taal leren. Dus het vertelt ons iets over het soort computertje dat wij in ons hoofd hebben en inzetten om uit te rekenen hoe we een woord moeten uitspreken.
En bij dat uitrekenen spelen kennelijk dit soort representaties, dit soort structuren van hoe een woord eruit ziet, aannames over structuren van hoe een woord eruit ziet. Een woord kan in je woordenboek zitten zonder verband tussen klinker en toon. En dat verband kan door berekening worden gelegd. Dat is denk ik een onontkoombaar resultaat van het soort redeneringen die we nu aan het volgen zijn. In de audiosegmentele fonologie die werkt dus heel goed voor tonen. We gaan later zien dat hij ook werkt voor andere kenmerken, maar voor tonen werkt hij heel goed. Voor tonen werkt hij zo goed dat dat is waar fonologen mee begonnen zijn. Die zegt dus, kenmerken kunnen losstaan van andere kenmerken. De toon kan losstaan van de andere kenmerken van de klinker. Die tonen die staan, alle tonen van alle verschillende lettergrepen, van alle verschillende morfemen, die staan naast elkaar op een lijn. En alle andere, of allerlei andere kenmerken staan misschien ieder voor zich ook op een lijn. Maar in ieder geval, nu doen we even alsof die segmenten gewoon alleen maar bundels zijn en die staan op een lijn. Dus we hebben nu één lijn hier, één lijn hier. Dat is het partituur-idee. Die lijnen die hebben allebei een verloop van de, die geven allebei een verloop van de tijd. En waar associatie is tussen die twee lijnen, waar het kenmerk hier verbonden is met een kenmerk of kenmerken daar, dat noemen we een associatielijn. In termen van tijd wil dat zeggen, die twee dingen zijn dus gelijktijdig of overlappen elkaar in ieder geval in tijd. Nou, dat is het soort structuren waar we in denken, autosegmentele structuren. Bovendien kunnen er dus elementen op de lijn hier staan die niet geassocieerd zijn aan enig element op deze lijn daar. In het geval van tonen noemen we dat een floating toon, een drijvende toon. Dat is een toon die niet vastzit aan enige klinker. En in het Kikuyu heb je dus in het lexicon dat soort drijvende tonen, floating tones. Maar in de uitspraak niet, want in de uitspraak kun je een toon niet uitspreken. En bovendien hebben we gezien dat er weliswaar een voorkeur is voor een 1-1 relatie tussen toon en klinker, maar dat er ook een relatie van één toon die aan twee klinkers vast kan zitten. En logischerwijs, dus als we nu zeggen, we hebben een klinker en we hebben een toon. Of laten we zeggen, we hebben twee klinkers. Boven en onder weet ik niet meer. Hoe kan ik dat nou laten zien? Twee klinkers en we hebben twee tonen. Die kunnen allerlei relaties met elkaar ondergaan. Ze kunnen één op één geassocieerd zijn. Ze kunnen 1-0 geassocieerd zijn. Dat wil zeggen, er kan een klinker zijn zonder toon. Vraag ik aan. En dan is er dus ook een toon en een toon zonder klinker. Dat is een drijvende toon en een toonloze klinker. Heeft minder de voorkeur, maar bestaat wel. In ieder geval dus in het lexicon hebben we gezien. Wat we ook hebben gezien is, één toon zit vast aan twee klinkers, bij uitzondering. Dus ook dat heeft minder de voorkeur. En wat per slot van rekening logischerwijs ook zou moeten bestaan is één klinker die vast zit aan twee tonen. Dus dat zijn de vier relaties die er zijn. Geen relatie, een 1-op-1 relatie, een 1-op-2 relatie of een 2-op-1 relatie. En overigens, waar ik zeg 1-op-2, het bedoelt eigenlijk 1-op-meer. Dus je kunt ook zelfs hebben één toon die vastzit aan een heleboel klinkers. Of één klinker die verschillende tonen heeft. Al dat soort dingen verwacht je dat voor zouden komen, gegeven deze, ja, de aannames in het formele systeem. En al die verschillende dingen komen ook daadwerkelijk voor in talen van de wereld. Bijvoorbeeld in Bantu-talen. Bantu-talen zijn er heel mooi. Oost-Aziatische talen hebben een toonsysteem dat je ook autosegmenteel kan beschrijven, maar wat ingewikkelder is. Dus we beginnen vaak bij Bantu-talen, want die hebben een heel clean soort
toonsysteem. Die precies, een soort van de essentie van de autosegmentele fonologie, wordt helemaal weerspiegeld in die bantoetalen. Goed, we gaan nu daar even naar kijken. En om daarnaar te kijken, gaan we eerst naar een andere Afrikaanse taal die geen bantoetaal is trouwens. Het Margi, dat is een Tsjadische taal, die geloof ik vooral in Nigeria wordt gesproken. Staan in het boek, kun je opzoeken. In dat Margi heb je dit soort patronen. Je ziet hier een stam, Sal, een andere stam, Koem. En die hebben duidelijk een eigen toon. Je ziet ook dat in dit geval, dus in het geval van Margi, houden die ook hun eigen toon. Dus Sal heeft een hoge toon, Koem heeft een lage toon. En dat geldt als of er nu wel of niet een achtervoegsel achter staat. Ook het suffix. Met het suffix is in ieder geval in de eerste twee voorbeelden weinig aan de hand. Dat is Ari, Ari, Ari. Een hoogtoon en dan een laagtoon. Ari. Dus het eerste woord is Salari. En het tweede woord is Kumari. Oké, dus dit is tot nu toe een simpelere taal dan Kikuyu, in die zin dat, ja, kennelijk zitten die toon en klinker zitten aan elkaar vast en die blijven aan elkaar vast. In welk woord je het ook uitspreekt, gebeurt altijd hetzelfde. Maar in het Margi gebeurt wel iets anders. In het Margi veranderen sommige klinkers soms in medeklinkers. Dat gebeurt in het Nederlands soms ook. Dus er zijn in het Nederlands mensen die zeggen piano in plaats van piano. En dan verandert de i dus in een j, piano. Dat kun je doen, dat doe je om lettergreep redenen. Zo voor een klinker verandert de i makkelijk in een j. Dat gebeurt, eigenlijk datzelfde gebeurt in een Margi ook. Dat zie je aan een vorm als imi, twee hoogtonen. En dat verandert in imyari. Dus de i, de laatste i van imi verandert in een j. Die j staat hier weergegeven als een y. Om bepaalde redenen, dus de redenen van spelling. Maar daar wordt dus mee bedoeld in J. En koe verandert in kwari. Kwari. Dus koe heeft een hoogtoon, die oe verandert in een D en je krijgt dan kwari. Ja, verder lijkt er niet zoveel aan de hand. De medeklinker die heeft geen toon, dus die toon verdwijnt. Die hoge toon, zowel in imi als koe is het een hoogtoon. En die hoge tonen die verdwijnen. Oké, nou. Mooi. Maar nu, als we nu. Er is een. Oké. Die voorbeelden in B hebben allebei. Daar heeft de stam allebei een hoge toon. A heeft ook een hoge toon. Dat speelt kennelijk een rol. Als we nu in plaats van Imi en Koe, die twee stammen met die hoge toon, een stam nemen met een lage toon. Dan gebeurt er wel degelijk iets. Dat zijn deze twee voorbeelden. Ti en hoe. Ti en hoe. Je zegt tja, tjari. En wari, wari. Die hatjek die er bovenop die klinker staat. Die staat voor eerst een lage en dan een hoge toon. Eerst een lage en dan een hoge toon. Dat noemen we ook wel een stijgtoon. Wa, Wari, Tjari. Oké. Dus er gebeuren hier twee verschillende dingen tegelijkertijd, kennelijk, op het eerste gezicht. De I verandert in een J, de U verandert in een W. Dus er verandert iets aan de klinker. En tegelijkertijd verandert de toon op de daarop volgende klinker. Hij verandert van een hoge toon in een stijgtoon. Waarom? Wat hebben die twee dingen met elkaar te maken? Waarom zou het ene veranderen in het andere? Nou, het antwoord kunnen we weer autosegmenteel bekijken. Als bij ti of hoe de klinker verandert in de medeklinker, dan kan dus de toon die daaraan vastzit niet meer op die medeklinker worden gerealiseerd.
En dan dreigt dus die informatie, zou je kunnen zeggen, te verdwijnen. En wat er gebeurt om dat op te lossen, is dat die lage toon nu vast komt te zitten aan de volgende klinker. Maar daar zat al een hoge toon. Die hoge toon verdwijnt niet, die blijft ook staan. En nu hebben we dus een klinker met een lage toon en een hoge toon. En een laagtoon en een hoogtoon in die volgorde, dat is dus een stijgtoon. Dus dat is wat er gebeurt. Waarom vind je datzelfde dan niet bij die voorbeelden imi en ku met die oorspronkelijke hoge toon? Ja, daar verdwijnt de hoge toon. Die gaat zitten aan de volgende klinker. Die had al een hoge toon. Die hoeft ook niet te verdwijnen. Maar dan heb je dus een klinker met twee hoge tonen. Twee hoge tonen na elkaar. Ja, dat is hetzelfde als een klinker met één hoge toon. Dus twee hoge tonen na elkaar is hetzelfde als één hoge toon. Ja, het is twee keer dezelfde instructie na elkaar, maar dat verandert dus niks. Het zou iets aan lengte kunnen veranderen, maar die lengte wordt niet bepaald door de hoge toon. Die wordt bepaald door iets anders, laten we nu even zeggen, door de klinker. Daar komen we later nog uitgebreid op terug. Nou, dit is dus wat er gebeurt. Ik moet er nog één ding bij zeggen. Dus er is nog een logische andere mogelijkheid. We gaan even terug naar ti, tiari. Dus die hoge toon verdwijnt als de i verandert in een j. Althans, die dreigt te ver de, sorry, de lage toon verandert als de i verandert in een j. Die dreigt te verdwijnen. Maar dan kan die lage toon dus naar de volgende klinker gaan. Maar logischerwijs zou die ook naar de laatste klinker van ari kunnen gaan. En dan zou dat. Zou die eventueel kunnen veranderen. Alleen zoiets gebeurt nooit. Dat gebeurt nooit zoiets. Waarom gebeurt dat nooit? Om dat te doen moet je een associatielijn trekken tussen die laatste klinker en die eerste toon. En die lijn die kruist een andere lijn. En dat is absoluut verboden. Waarom is dat absoluut verboden? Omdat ja, we hebben iets hier en iets hier. We hebben iets hier en iets hier. We hebben nu iets hier en iets hier. We hebben iets hier en iets hier. Drie dingen. We hebben drie dingen hier, drie dingen hier. Als nu er een lijn loopt van hier naar hier. En er loopt een lijn van hier naar hier. Dan kruisen die twee lijnen. Maar dat zegt dan, dit komt in de tijd. Voordat of nadat, ja, dat links-rechts, oké, maar dit komt voor of nadat. En dit heeft in ieder geval dezelfde dimensie. Dus als dit voor dit komt, dan komt dit ook voor dit. Maar dit betekent, dit komt gelijktijdig met dit en dit komt gelijktijdig met dat. Ja, dat geeft dus een logische onmogelijkheid. Ja, dat betekent dat iets wat gelijktijdig komt met iets anders. Komt dus tegelijkertijd voor en na. Die twee dingen komen dus tegelijkertijd voor en na elkaar. Dus het is omdat experimentele representaties uiteindelijk representaties zijn van de organisatie van de tijd, hoe we de tijd organiseren in ons hoofd, is het natuurlijk uiteindelijk ook gebonden aan de logica van de tijd. Dus twee dingen kunnen niet tegelijkertijd voor en na elkaar gebeuren. Dat is eigenlijk alles wat daarover te zeggen valt. Dit heeft een naam, de no-crossing constraint. Maar anders dan die eerdere conditie die we hadden gezien, die zei we willen het liefst een 1-op-1 relatie-associatielijn. Ja, dat blijkt dus een ideaal te formuleren dat lang niet in alle talen wordt gehaald en waarop het op een of andere manier mee gemanipuleerd wordt. Maar dat komt omdat het niet logisch onmogelijk is om die twee dingen uit elkaar te halen. Het is gewoon alleen maar niet uit te spreken, maar als er niet uit te spreken is, dan laat je een van die tonen weg. Dat is dan vaak de oplossing. Dus als een toon floating dreigt te zijn, dan laat je die uiteindelijk weg. Dan zeg je die gewoon niet. Maar dit is dus een instructie die niet uit te voeren is door de spraakorganen, omdat ze ingaat tegen de elementaire logica van de tijd. Nou, daarmee hebben we dus. Een eerste indruk van de autosegmentele representatie van een complexe toon.
Die stijgtoon is een complexe toon. Is niet gespecificeerd op een bepaalde klinker. Dit is een stijgtoon. Nee, er is gespecificeerd. Dit is een lage toon, gevolgd door een hoge toon. Dat maakt dus nogal een verschil. En in datzelfde margi vinden we verschillende andere argumenten waarom dat zo is. Waarom dat een goede manier is om het te zien. Hier zie je een ander argument. Dat is het volgende. Dat heeft te maken met wat we noemen templaten. De woorden hebben in veel talen een bepaalde vorm. Wat de vorm is, wat de mogelijke vorm is van een woord in veel talen, wordt beperkt. Het kan maar uit zo en zoveel lettergrepen bestaan bijvoorbeeld. In het Nederlands zijn die restricties niet zo sterk. In ieder geval niet voor de meeste inhoudswoorden. Maar functiewoorden hebben nooit meer dan 2 lettergrepen over. Of zo. Dat zijn een soort het grootste soort functiewoord dat je zou kunnen hebben. Zelfs dat is niet een heel sterke beperking. In sommige talen geldt dat veel sterker. En margi is daar een voorbeeld van. In margi heb je alleen maar 1 of 2 lettergrepige woorden. Oké, dus dat is het templaat. We hebben dat is een templaat. Het is een syllabisch templaat. Ieder woord heeft 1 lettergreep of 2 lettergrepen. 1 lettergrepige woorden, die hebben ofwel een hoge toon, sa, ofwel een lage toon, tla, ofwel een stijgtoon, hoe, hoe. 2 lettergrepige woorden, daarin heeft ofwel iedere lettergreep een hoge toon, nabia, nabia bedoel ik. Ofwel iedere lettergreep heeft een lage toon, guru. Ofwel de eerste lettergreep heeft een lage toon, gevolgd door een hoge toon, pezu. Nou, als je nu geen autosegmentele fonologie doet, maar je neemt aan dat er lettergrepen gespecificeerd kunnen zijn als stijgtoon, dan is dit heel vreemd. Dan heb je dus bisyllabische templaten en daar heb je er 3 van in termen van tonale type templaten, namelijk allebei een hoogtoon, allebei een laagtoon, of de eerste een laagtoon en de tweede een hoge toon. En dan heb je monosyllabische templaten die daarvoor een deel mee overeenstemmen. Dus ofwel alle lettergrepen, namelijk die ene een hoogtoon, ofwel alle lettergrepen, namelijk die ene een laagtoon, ofwel 1 lettergreep en die heeft een stijgtoon. Maar als je aanneemt dat een stijgtoon eigenlijk een manier is om een lage toon en hoge toon te realiseren op 1 lettergreep, dan is dat natuurlijk hetzelfde. En dan heb je 2 syllabische templaten en 3 toontemplaten. En dan alle combinaties ervan, dat is dus 2 keer 3, dat zijn er dus 6 mogelijke combinaties. Nou, die 6 dan hier geïllustreerd. En dat is precies een complete opsomming van alle mogelijke vormen die een woord in het margi kan hebben. Het margi laat ons nog iets zien. Het margi geeft ons namelijk ook nog wat meer bewijs voor iets wat we in het Kikuyu eigenlijk al zagen, namelijk dat een toon ook aan meer dan 1 lettergreep vast kan zitten. Dus niet alleen kan meer dan 1 klinker vast kan zitten. Dus niet alleen kan aan een klinker 2 tonen vastzitten, maar ook aan een toon, ook in het margi, soms in uitzonderlijke gevallen, aan 2 lettergrepen vastzitten. En om dat in te zien, moeten we even nog teruggaan naar ons proces van oe wordt we en i wordt je. Dat heeft trouwens een naam, gliding heet dat, glijklankvorming. Gliding, dus de i wordt je, je noemen we een glide, oe wordt we noemen we een glide, gliding. Die vormen die we daarnet over zagen, dus waar dan die toon, dan gaat die klinker weg en dan moet die toon ergens naartoe. En die gaat dan naar de eerste lettergreep van ari. Dat waren niet toevallig 1 lettergrepige stammen die ik daar gaf. Als we even kijken naar 2 lettergrepige woorden, zoals lagu, en die oe daarvan gaat gliden, dan gebeurt dat niet hetzelfde. Dan wordt niet die a die erop volgt opeens
een stijgtoon. Nee, die blijft gewoon zichzelf. Die blijft gewoon zijn eigen vrolijke hoge toon houden. Waarom? Omdat de lage toon van lagu wordt nog steeds gerealiseerd, namelijk op lag. Dus kennelijk hebben allebei die lettergrepen, allebei die klinkers, dezelfde lage toon. De lage toon valt dus niet weg als die loskomt van de oe, want hij zit nog steeds aan de a. En er is dus geen reden op dat moment, want dan heb je zelfs een hele fijne 1-op-1 verbinding. Dus er is geen enkele reden waarom die lage toon dan op de volgende klinker zou moeten komen te zitten. En dat gebeurt dan dus ook niet. Ja, ook dit is weer zo'n voorbeeld van een heel simpele theorie. En die kan toch dit soort betrekkelijk, op het eerste gezicht betrekkelijk vreemde verschijnselen zo gemakkelijk verklaren. Nou, dit is pas het begin van de wonderen van de autosegmentele fonologie. In het volgende college gaan we daar nog even op door en krijgen we nog meer bantoetalen te zien.